Hallo, welkom in deze video. Alright. Hoe zit het met de vrouwelijke energie? Als je niet de mannelijke video van de mannelijke, die bedoel ik, gekeken hebt, zou zeggen, kijk zeker eens aan het begin, want daar heb ik iets verteld over de energie van de komende maanden, dus tot eind maart. En wat dat dan mag, wat hij mag verwachten, ook op collectief vlak, dus in onze 3D-wereld. Maar dus hier gaan we gelijk in de vrouwelijke energie duiken. What's happening? Wat moeten we weten van de vrouwelijke energie? Ik voel plots heel veel lichtheid, heel veel speelsheid. Daar gaan ze allemaal in de grond. Wacht, voilà. Wat is dat? Dat zijn ook grote kaarten, dat is gezien mijn hand. Dus het is niet zo eenvoudig om deze te schudden, maar alles lukt. Voilà, dan hebben we 1, 2, nog eentje. Nee, geen eentje, twee zeggen we. Four of Challenges and Divine Justice. En wat hebben we hier? De Master of Flames, omgekeerd. En Abundance. Met de Sage of Flames en de Ace of Challenges. Dus, Two of Flames. Dus, hetgeen wat de vrouwelijke energie voelt, voornamelijk, want ze is nog niet zichtbaar, is die eenheid. Die eenheid in zichzelf, die eenheid in de connectie, die eenheid in alles aan haar leven. En dat gaat haar een nieuw begin geven, emotioneel gezien ook. Dat ze veel vrolijker is. Dat is hetgeen wat we daarnet ook voelen. Vanuit het feit dat ze weet van hoe dat ze al die elementen moet gaan beheersen. Ze weet het in de vrouwelijke energie, maar nu mag ze nog veel meer leren om het ook te gaan uit, om het gaan naar buiten te brengen en om van daaruit ook dingen te gaan manifesteren. Dus eigenlijk in die mannelijke energie te gaan stappen. Want dat gaat dit brengen. Abundance, overvloed. Maar voor deze week gaat er een gerechtigheid komen? Gaat er gerechtigheid komen? Gaat er balans komen? Gaat er balans komen in. Gaat ze het ook voornamelijk op balans voelen, ook in de emoties? Waar dat de vrouwelijke energie altijd het gevoel had van: ik moet er heel veel geven en ik ben hier degene die moet wachten op de mannelijke energie en ik moet maar begrip hebben en ik moet maar in overgave en ik moet hen loslaten en ik moet hen vertrouwen en ik maar kan niet alles weten want ik moet blablabla. Gaat ze merken dat eigenlijk net door haar sterk te volgen en haar te focussen op haar intuïtie en haar hogere leiding, dat ze eigenlijk ook niet meer meegetrokken wordt in die golven die constant tegen de rotsen aanbeuken. En kan ze veel meer focussen op hetgeen wat er van binnen gebeurt. Want kijk, ze is ook blind, ze is ook geblinddoekt, dus ze weet ook niet wat er eigenlijk komt. Maar ze is wel omringd door haar vuur, ze is wel omringd door de leiding, dus door die ster. Hè. Hier lijkt het alsof dat diezelfde persoon hier in de ster staat en van daaruit balans kan brengen in haar situatie. Dat is ook een elfkaart. Dat is ook weer die eenheid. 1-1. Twee elementen die één worden. Of die één zijn, eigenlijk zelfs worden. En dat dus gaat ze veel meer ook die deze week nog veel meer ook nog focussen op zichzelf. Het maakt niet uit wat er gebeurt met de mannelijke energie. Het maakt niet uit wat er van drama is om haar heen. Ze is gecenterd. Ze is gefocust en gecenterd in zichzelf. Gegrond in haar nieuwe zijn. Niet in de nieuwe versie, maar in het nieuw zijn van in haar authentieke energie te staan. En ze gaat eigenlijk orde in de chaos aanbrengen. Dus hetgeen wat ik hoor. Ik ga dat ook niet verder uit verklaren, want dat gaat voor iedereen anders zijn. Orde in de chaos. Kan orde zijn echt in je fysiek leven, orde in de emoties, dat voel ik wel. Maar het kan dus ook in je fysiek leven zijn. Gewoon tjak, 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 dingen aanpakken. Dat gevoel heb ik ook. Ongeacht wat er om zich heen gebeurt, ongeacht wat er wel of niet al gezegd is, ongeacht of dat er een logische verklaring is voor de beslissing en de keuze dat ze wil maken. Ze weet, ze vertrouwt op het gevoel dat ze krijgt. En dat op zich is voldoende. Dus die leiding, dat gevoel, dat is voldoende. Ook al geeft ze niet alles helder en duidelijk, dat maakt niet uit. Dat heeft ze niet nodig. Ze volgt die ster.
Ze volgt die innerlijke leiding. Deze en deze. Bij de onderkant de hierofant. De eenheid in zichzelf en de Eight of Wands. Ja, en ook weer de Justice omgekeerd. Dus meer nog deze week gaat de vrolijke energie naar binnen. Weg van oud hartzeer. Want ze weet dat er eigenlijk ook lessen waren. Dat dat ook was omdat ze niet in afstemming was met haar diepste authentieke zelf. Daarom heeft ze al die pijnen en die frustraties ervaren en meegemaakt. En dus is ze nu heel toegewijd aan haar eigen licht. Ook al weet ze nog niet te volle waar dat het gaat brengen of waar dat het heen gaat gaan. Ze weet wel dat zij haar eigen passie en dus die eenheid in zichzelf eerst moet brengen. En dat gaat ervoor zorgen dat ze niet meer gaat zitten treuren over wat dat er voorbij is. Maar dat ze acties gaat beginnen nemen. Ze gaat verschillende mogelijkheden beginnen zien. Verschillende wegen gaan opengaan. Waar dat de mannelijke energie nog altijd bij wijze van spreken voor die gesloten deur staat, ziet de vrouwelijke energie door de leiding dat ze krijgt van hoger af, ziet ze van, ah maar wacht, daar zijn er nog oneindig veel deuren die open zijn. Dus er is niet, dat was niet de enige deur, er zijn er nog zoveel meer die open zijn. En dat gaat op lange termijn voor nog veel meer oogst vormen. Dus voor nog meer, veel meer vruchten in haar eigen leven brengen. Maar nu, een beetje nog door de nieuwe maan, en dus door, tot aan de volle maan, dus eigenlijk nu wat de herfstperiode met herfstequinox en zo, zijn er heel veel dingen die nog niet duidelijk zijn. Dus dat is de maankaart. Er zijn heel veel dingen die nog niet duidelijk zijn. En zeker niet wanneer dat gaat over die mannelijke energie. Dus die mannelijke energie, wat dat die gaat doen, wat dat die denkt, wat dat die voelt, dat is eigenlijk voor de vrouwelijke energie koffiedik kijken, zoals dat ze zeggen. Maar dat maakt niet uit. Want zij weet dat zij in staat is om die verbinding met haar eigen emoties te maken. Zie, ze zit met haar knie half in het water. Ze volgt die ster. Zie die ster hier weer? Ze volgt de ster. Ze zit niet meer op de kant. Ze zit niet meer op de rotsen te wachten. Maar ze neemt actie. Ze neemt actie. Ze verbindt en ze gaat in de diepte van die emoties. Want ze weet dat ze begeleid wordt. En waaruit, wat wil ze vormgeven? Ze wil die eenheid in zichzelf verder gaan vormgeven. Zie hoe dat die energie ook naar heen stuurt. Maar ze wordt geleid. Ze wordt beleid door die ster, door haar team. En eigenlijk door alle facetten van zichzelf te gaan... te gaan invoelen. Te gaan voelen van wat past er nog bij mij, wat past er niet meer bij mij. En dat gaat ervoor zorgen dat ze, wat ze altijd het gevoel had van ah, ik zit vast, en zolang dat die mannelijke energie niet in stappen zet, dan zit ik hier te wachten en mijn tijd te verspillen. Zegt ze van, ah maar nee, wacht eens. We gaan anders kijken naar de situatie. We gaan anders kijken naar de situatie en ik ga zelf actie ondernemen. Gedaan met wachten, gedaan met te kijken naar de ander en te wachten op iemand anders. Dat hoeft daarom zelfs niet te zijn dat specifiek in je connectie is. Dat kan ook gewoon zijn in samenwerking. Gedaan met wachten op anderen. Ik ga actie ondernemen. Ik ga nu al beslissen om dat te gaan doen. Dat kan zijn dat je aan het kijken bent om te verhuizen. Wel, oké, je hebt misschien nog geen uitzetsel, maar je begint al in te pakken bijvoorbeeld. Of je begint al dingen weg te doen, te ontspullen. Je hebt bijvoorbeeld nog geen idee... wanneer dat je een andere job gaat kunnen doen. Dat maakt niet uit. Hier in je hoofd, daar begint het transformatieproces. Daar begint het manifestatieproces. En dat is hetgeen dat ze ondertussen heel goed kent en heel goed echt in het fysieke begint te brengen. We gaan eens zien, wat is de schaduw dat zij, de vrouwelijke energie deze week tegenaan loopt of mee geconfronteerd wordt. Wat is de schaduw? En let op, het kan ook zijn dat er eigenlijk niks van schaduwen zijn. Dus let op dat dingen wat ik zeg of dat je ergens anders hoort of leest. Want daarom ook de devil, de mind. Let op, voel voor jezelf. Het zijn energieën, het zijn potentiëlen. Het zijn geen vaststaande feiten. Het zijn mogelijkheden. En wat krijgen we? De Empress met development, code, lichtcode, synchroniciteit, coincidence, growth, abundance en productivity. Dus, hetgeen wat ik daarnet zeg. Let op dat je niet denkt dat er altijd maar schaduwen zijn. Wanneer dat jij daarvan overtuigd bent dat je nog iets zus of zo nodig hebt, vooraleer dat je dat of dat kan doen, zolang dat ik heel lang gedacht heb dat ik niet verder kon doen met wat ik deed,
Zolang dat mijn tweelingvlam niet volledig geheeld was, of zolang in het begin vroeger, dat zolang ik dacht, en dat gaan veel mensen denken, zolang dat ik niet geheeld ben, kan ik niet dit. Ik moet nou eerst die cursus volgen, dan kan ik dat. Dan moet eerst dit en dan dat. Wrong. Verkeerd. De enige reden, het enige wat je doet op dat moment, is jezelf vastzetten. En dus, gaat anders gaan denken. Word de meester over die mind. Leer je emoties op een goede manier gaan begrijpen. En word die empress. Word die meester van al de elementen. Want dat gaat weer lichtcodes activeren. Dat gaat weer dingen vooruitzetten. En de enige reden waarom dat jij bijvoorbeeld nog niet bereikt hebt wat je zou willen bereiken, is omdat jij jezelf daarin tegenhoudt. Dus als je dat wilt, als je nog dieper en dat hogere level van je groei wil gaan stappen, alsjeblieft, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan het traject zelfrealisatie. Waarin dat we next level gaan werken. Waarin dat we healing gaan doen zoals dat het nu beaamd is. Zoals dat nu nodig is om te gaan doen. En ja, Reiki werkt nog. Reiki is nog goed. Shambhala is nog goed. Wat dat ook maar is, dat is allemaal nog goed. Maar je wilt healing die supersnel is. Die toegankelijk is voor iedereen. Zonder dat je er eindeloze en heel veel geld moet aan geven. Gewoon eigen processen, je eigen fase van je eigen essentie doorheen gaan. En dat is hetgeen dat we doen in het traject zelfrealisatie. We gaan doorheen de verschillende fasen van essentie. We bespreken de verschillende fasen. We bespreken verschillende levenslessen, zielslessen. En daarin leer je onmiddellijk al die dingen te transformeren waar je tegenaan loopt. Zodanig dat je na die 9 weken, ga je misschien nog niet volledig in je kracht staan. Je gaat wel zeker al sterker, je sterker voelen. En het belangrijkste, je gaat weten hoe dat je dingen kan gaan transformeren. Je gaat weten hoe dat je met de universele vlammen kan werken op een efficiënte manier. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen, voor je partner, voor je huis, voor je werk, voor alles wat je allemaal gaat manifesteren. En dat is hetgeen wat erom gaat. Degenen die dat willen, kunnen naast het groepstraject ook individuele sessies reserveren. Als dat is wat je voelt dat je nodig hebt. Dat hoeft niet, is niet verplicht, maar dat mag. Je hoeft zelfs niet, het is ook zelfs niet verplicht om deel te nemen aan de groepsessies. Het is een meerwaarde, daar ben ik aanwezig om vragen te beantwoorden. Wil je nu niet, wil je nu gewoon mee deelnemen aan de sessies en de content die op de leeromgeving staat, dan is dat ook prima. Dan kan je zelfs later, in, volgend jaar in april of volgend jaar in oktober, de live sessies meedoen. Als dat is wat je op dat moment voelt. Maar ook daar beslis jij volledig zelf aan wat je deelneemt. Wanneer dat je die dingen doet, er zijn mensen die bij mij gestart zijn in het traject vorig jaar. En die nu maar pas nog actiever ermee gaan werken. En dat is allemaal oké. Okay. Volg je eigen proces, volg je eigen leiding. Maar zet jezelf niet vast door te denken, ik moet eerst dit en dan dat. Nee, kies voor jezelf. Geef liefde aan jezelf. Geef aandacht aan jezelf. Investeer in jezelf. En dat is de beste investering die je ooit gaat terugkrijgen. Zeker nu, wanneer dat geld op je bank niks opbrengt. Dus focus op jezelf en dan ga je dat 100-voudig terugkrijgen. Terugkrijgen. Advies extra voor de vrouwelijke energie. 21, exposed and revealed. En je ziet in dat oog zit daar eigenlijk een persoon naakt, helemaal in zo'n kindhouding. En dat is hetgeen waar je uiteindelijk in eerlijk moet zijn met jezelf. Om nog dieper te zakken in jezelf, nog dieper eerlijk te worden met jezelf en eigenlijk al die dingen daarin eerlijk ook te worden met jezelf. Wat zijn de dingen waar je nog voor vreest? Wat zijn de dingen waar je nog bang voor bent? En dan laat je ziel eigenlijk net zoals die roos, gewoon beetje bij beetje. Naar buiten komen, zich ontvouwen. Het is niet altijd evident om wakker te worden 's ochtends en zijn van oké, ik weet, ik ga vanaf nu in mijn authentieke energie stappen. Dat kan. Maar het probleem is dat we zo geconditioneerd zijn en dat we zo veel gedragingen en dingen doen op automatisme en niet bewust worden, dat we eigenlijk niet weten wat dat dan is. Om vanuit onze authentieke zelf te reageren, te denken, te doen, te voelen. En daarom is, geef jezelf ook die tijd. Investeer in jezelf. Net zoals dat lieveheersbeestje. Je ziet, de vleugels staan nog open, dus vertrouw het nog niet helemaal. Stel dat het een kwaadaardige bloem zou zijn, bijvoorbeeld. En dat is hetgeen wat je doet in
in het leven ook. We zijn zo geconditioneerd om altijd het negatieve te denken, om altijd ons te beschermen. Maar dan creëer je net die terughoudendheid. En dan kan je niet met je volledig diepste open, meest open hart jouw leven gaan vormgeven. Dat is gewoon onmogelijk. Dus ook daar is de les van een roos komt met doornen. Want daarom ga je niet altijd dood van die doorn. Het gaat misschien pijn doen, maar wat dat die pijn op dat moment doet, is jou tonen waar je nog niet volledig geheeld bent. Waar dat er nog wonden is, waarin dat er nog schaduw en te weinig licht en liefde is. En dus neem die kansen aan om nog dieper te helen, om nog dieper en krachtiger in jouw vrouwelijke energie te stappen. En dan gaan we eens kijken welke universele vlammen energieën dat de vrouwelijke energie behulpzaam zou kunnen zijn deze week. En ook daarin kies welke met welke je wilt samenwerken, met welke dat je het voelt aangesproken en welke niet. Oei, het zijn er vier. Wauw. De eerste is Sandal van Evolution. Ik denk dat dat ook niet zo raar is. De tweede is Jovial, Arsene Jovial. Gedachten. Vergeef jezelf voor de keren dat je negatief denkt. Vergeef jezelf voor de keren dat je boos bent. Dat je niet gelooft in jezelf. Vergiffenis is een van de snelste manieren om energie te transformeren en om eigenlijk weer vanuit liefde te gaan kijken. Laat Aartsengel Gabriel jou inspireren om van daaruit meer en meer jouw waarheid te spreken. Dus dat is ook verbonden met keelchakra, de blauwe vlam trouwens. En Aartsengel Jofiel brengt ook meditatie. Dus naar binnen gaan, healing, rust. En van daaruit ga je ook weer nieuwe inzichten ontvangen. Dus ik ga ze nog eens allemaal naast elkaar tonen. Ik ga misschien de twee Jovials naast elkaar doen. Voilà. Dus Aartsengel Sandalfel, Gabriel en tweemaal Jovial. Zo, dat is voor deze week. Als je nog vragen hebt of er is iets in je eigen proces waar je tegenaan loopt, aarzel niet om mij een mailtje te sturen. Ondertussen werk ik samen met iemand die samen met mij de individuele coachings op zich kan nemen, want ik ben natuurlijk ook beperkt in tijd en de ruimte. Dus als je dat wenst of als je dat nodig hebt, stuur mij gerust een mailtje. Dan kijk ik bij wie van de twee de beste terecht kan, of het snelste terecht kan, of wat dan ook maar is dat nodig is om jou zo snel als mogelijk op het pad verder weer te zetten. Wil je inderdaad met de vlammen op een hele concrete, efficiënte manier gaan samenwerken? Wil je de diepte induiken in jouw eigen ascensieproces? Dan is het traject zelfrealisatie jouw volgende stap. Er zijn termijnbetalingen mogelijk. Zijn er termijnbetalingen die erop staan nog te moeilijk of te lastig voor jou? Stuur mij een mailtje, dan werken we wel iets uit. Want er is altijd wel een manier waarop dat, we de problemen en de obstakels die op ons pad gegooid worden kunnen omzeilen. Of omzeilen lijkt zo negatief, kunnen oplossen. Zo, dat was het. Ik wens je heel veel liefde, heel veel licht, heel veel succes, magie. Wat dan ook maar is dat je wenst te ervaren deze week. En ik zie je in de volgende video.